Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ga naar de groothandel weer bloemen halen en ik hoop dat jullie het leuk vinden om de vlogs te bekijken. Hè? Laat me ook hieronder weten wat je graag in de vlog zou willen zien. Wat ik allemaal doe en waar je nieuwsgierig naar bent, mag je altijd in een reactie onder laten weten. En ik probeer nu ook zoveel mogelijk in de vlogs ook bloemstukjes te laten zien. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden om te zien. Laat me dat ook vooral weten. En ik zou zeggen, kijk gezellig mee. Zo, ik ben weer terug. Het ging echt lekker vlot, want ze hielp me zelfs met in de auto laden. Super fijn. Ik moest even naar het toilet. Kom ik terug, is de oude bloem in de auto. Nou, dat is nog een service. Gisteren heb ik nog weer nieuwe video's opgenomen, hè. Kijk, staat hier mooi vol. Een kleine sneak peek. Ik ga nu gauw uitladen. Ik heb ook al gisteren heel veel voorbereid. Dus ik hoop meets te kunnen maken. Hè? Alleen zou er een pakket van een andere groothandel bij de groothandel bezorgd worden. Hè? Oh, ik zie dat ik een beetje besla door de warmte en de vocht. Maar die was niet bezorgd. Want die laat ik meestal daar bezorgen. Omdat ik in Duitsland woon. Dat doet het altijd heel lang over. En ik haal de bloemen in Nederland. Dus klinkt een beetje gek. Maar een beetje balen. Dus dat betekent dat ik vandaag nog weer terug moet. En ik heb het echt vandaag een hele drukke dag om in te pakken. Hè? Maar goed, het is ook niet anders. Dat soort dingen zet ik me altijd heel snel overheen. Want daar heb je alleen maar jezelf mee. Ik ga gauw inpakken en aan de slag. Zo, zoals je achter me kan zien, gaat het hier heel erg goed. Ik heb al heel veel pakketten ingepakt. Schiet me op. De stapel zit hoger, dus vooral doorgaan. Nou, ik ben weer terug van een hele route met pakketten wegbrengen. Ik had er echt heel veel. Ondertussen kwam ik langs de McDonald's, dus dat maakte toch wel weer alles goed. Ik heb het eten weer binnen. En het is ondertussen avond, ik ga je lekker nog even opruimen. Ik kreeg heel veel vragen over het bruidsboeket. Leuke reacties over het bruidsboeket. Dat jullie dat heel graag zouden willen leren. Het is ook een hele leuke techniek waarbij je eigenlijk heel veel soorten boeketten kan maken. Zowel bruidsboeketten als andere boeketten. En dat gaat komen. Dat moeten jullie nog heel even op wachten. En deze had ik jullie vanmorgen ook al in de sneak peek laten zien. Maar die is ook echt prachtig. Die komt ook nog online. Maar wat het leuke is, ik was hier lekker aan het opruimen. En toen kwam de postbezorger aan de deur. Met iets waar ik heel, heel blij van was. En wat ik ook leuk vind om met jullie te delen. Ik heb namelijk weer een samenwerking met Anna Luisa. En ik heb deze sieraad ook al van hun. Die heb ik de vorige keer laten zien met die bloemetjes. Want ze hebben heel veel sieraden met bloemetjes. En ik draag ze heel veel. Ik heb de ketting nou ook om. Dit draag ik eigenlijk echt dagelijks. Ik draag een sieraad er bijna altijd. Kijk deze. Die hebben jullie ook gezien. Ik heb zo ook een leuke kattingscore voor jullie. Die zal ik ook in beeld zetten. Maar ze vroegen of ik weer wat leuke sieraden wou ontvangen. En dat vind ik heel erg leuk. Ook om met jullie te delen. Ik heb geen idee wat erin zit. Dus ik ben benieuwd. Ik geef wel altijd door een fokker is. Maar je weet nooit wat je krijgt. Oh leuk. Ik heb nu. Dit is goud. Ik draag goud en zilver door elkaar. Kijk, ik heb hier ook nog een armbandje. Of twee armbandjes van hun. De voorste. Twee zijn ook van hen. En ik combineer heel veel. Ik combineer ook goud met zilver. Eerlijk vond ik dat niet zo mooi. Maar tegenwoordig vind ik dit juist heel erg leuk. En vooral ook om meerdere te combineren. Deze de vorst. Twee zijn ook allebei van hen. En die draag ik dagelijks. Doe het eigenlijk niet af. Met douchen niet. Met slapen niet. Het is denk ik wel beter. Maar ja, het blijft gewoon heel erg mooi. De kwaliteit is echt heel goed. Kijk. En ik heb deze uitgekozen. Die vind ik heel erg leuk. In het zilver. Een keer helemaal wat anders. Ik vind het heel leuk om af te wisselen. Jullie zullen me ook nooit zonder sieraden zien. Oh, dit was mijn favoriet. Heel leuk. Oh, deze ga ik morgen gelijk indoen. Kijk. Hoe mooi. Wel iets feestelijker, iets langer. Maar dat vind ik dus ook leuk om te combineren. Want ik heb heel veel gaatjes. Heel erg leuk. Deze vind ik ook leuk, want deze heb ik in het goud en die draag ik veel. En dan heb ik nu ook de zilveren versie. Oh, jullie kunnen wel zien hoe blij ik ervan word. Maar ik ben gewoon echt heel gek op sieraden. Ik ben gek op bloemen, ik ben gek op sieraden. Hier word ik gewoon heel blij van. Kijk, ik heb hier... En volgens mij heb ik toevallig hier ergens... Ik ga even kijken, want ik heb volgens mij ook de gouden versie. En ik had toevallig hier hun zakjes nog liggen. Volgens mij heb ik de vorige keer bij het wisselen van deze...
Ja, heb ik hierin gedaan. Kijk, dan kun je het verschil zien. Want je hebt ze dus in het goud en zilver. Deze heb ik echt al heel veel gedragen. Ik moet ze eigenlijk even poetsen. Maar ik heb ze hier dus ook in het goud. Zoals je kan zien. Even kijken of hij wil scherpstellen. In het goud. En dan heb ik ze dus nu ook in het zilver. Heel leuk. Kijk, dan heb ik een zilver setje en een goud setje. Kan ik weer lekker combineren. Blij mee. En er zit er nog een zakje in. Oh, deze is ook leuk. Deze heb ik ook in het goud. En die wil ik eigenlijk ook heel graag in het zilver. En dat vind ik heel leuk om zo samen te combineren. Dit is met een sterretje en een maantje. En dan met diamantjes erin. En die hebben jullie mij vast wel eens gezien in het goud. Want die hebben dus ook in het goud. Ik draag eigenlijk alleen maar hun sieraden. Dus heel erg blij mee. Dus ja, ik heb ook een leuke kortingscode voor jullie. En hun hebben regelmatig leuke kortingen. Van Anna Luisa. Ik zal even de kortingscode hier inzetten. Ik zet mijn linkjes ook hieronderin. Als je nou iets van wat ik nou heb laten zien wil shoppen. Dan kan je dat heel makkelijk vinden. En ja, ik wil Anna Luisa ook bedanken voor het sponsoren van deze vlog. Heel erg leuk, ik ben er heel blij mee. En ja, mijn werkdag was zo leuk afgesloten. Ik ga nog even gauw verder met opruimen. En dan ga ik video editen. Want ik heb meerdere video's om te editen, maar heel erg leuk. Ik ben trouwens echt heel erg lekker bezig. Iedereen vraagt zich of het goed met me gaat, maar het gaat eigenlijk echt heel goed met me. De ene dag natuurlijk wat beter dan de andere dag, maar dan lig ik gewoon anders gewoon lekker op tijd in bed. Maar ik ben al wel heel lekker bezig voor tijdens mijn verlof. En dat doet me echt goed. Dus ja, er komt gewoon heel veel leuks aan. Dat vind ik ook leuk om met jullie te delen. Goed, ik heb wel genoeg gekletst. Ik ga gauw verder en tot morgen. Goedemorgen, we zijn er weer. Ik zit hier klaar in de auto om naar de groothandel te gaan. Gauw die kant op, want ja, er is me veel leuks besteld. Ook de Sales Shop blogs, wat er goed door jullie ontvangen. Heel erg leuk. Ga ik alleen maar meer doen. Dus heel erg leuk om dat jullie dat zo leuk vinden. Gauw die kant op. Er werd net een pallet bezorgd met allemaal steekschuim. Kijk dan. En ik ga even kijken welke soorten er allemaal in zitten. Dat is allemaal gewoon nieuwe DIY's. En ja, heel erg leuk. Dus gaan we even uitpakken en alles sorteren. Zodat alles weer mooi opgeruimd. En ja, ik ben er weer blij mee. Komt even tussendoor. Zo, het is ondertussen weer avond. En ik ben nog even aan het uitpakken. Of tenminste, ik heb weer het pakketje voor morgen klaar. Dit is de Amaryllis op pin die nog voor een aantal verstuurd moeten worden. Of die het graag nu willen ontvangen. En ik ben alles aan het uitpakken van het Oasis. Ik heb het eigenlijk allemaal in de kasten. Dat is heel erg fijn, want ik zag weer van een beetje ruimte en dat soort dingen. Ik ga nog weer deze vlog weer wat sale laten zien. Dus mocht je het leuk vinden om wat sale te shoppen. Ik heb nog heel wat mooie industriële frames. Waar ik er enkele stuks van had, heb. Dus ja, die ga ik jullie nog wel laten zien. Maar dat doe ik denk ik morgen even. Of misschien zelfs overmorgen. Want dan wil ik eigenlijk even alles uitzoeken wat er nog aan voorraad is. En wat ik eventueel leuk in de sales show nog kan doen. Goed, ik ga even gauw verder met de laatste dingen uitpakken. En dan ga ik afsluiten. Ik heb een hele leuke nieuwe droogbloemetjes naar binnen gekregen. Heel erg leuk. Dat ik gebruik in DIY.
nodige pakketten zijn ingepakt. Ik ga ze nog wel even verder met inpakken. Maar ik denk, ik ga toch eerst eventjes jullie een leuk bloemstukje laten zien. Ik heb namelijk deze leuke houders in de webshop staan. En er hangt een eindje aan met Happy Easter. Nou, heel leuk voor het voorjaar. Maar daar heb ik een leuk idee mee. Dus ik zal zeggen, kijk gezellig mee. De houders zijn zo als hartje heel leuk. Dus je kan hem in de vorm van een hartje maken. Maar wat je ook kan doen, is er een eitje van maken. Dus dat je een ei op stok hebt. Ik gebruik daarvoor eerst wat mos. En daarna maak ik hem leuk op met wat droogbloemen. Je kan er dus voor kiezen om hem helemaal in te pakken in mos. Dus ook de onderkant. Je kan de onderkant ook vrij laten, want het is natuurlijk gewoon mooi hout. Ik haal het eitje en het strikje er even af, want die wil ik er straks weer bovenop doen. Zo. Dat vind ik juist leuk wat voor je. En dan wikkel ik het mos eromheen met wikkeldraad. En je kan dus zelf kiezen of je er dus een ei van maakt of dat je, er een hartje van maakt. Dat, ja, daar ben je zelf vrij in. Deze dus in twee maten, een grote en een kleine. Het is leuk om zo bij elkaar te zetten. Ik heb er nu een eitje van gemaakt en ik ga hem nou even leuk opvullen met wat droogbloemetjes. Tijd dus om eieren te versieren. Ik heb verschillende droogbloemetjes. Het eitje wat we er net af hebben gehaald. Zo, ik maak een beetje in de voorjaarskleurtjes op. Vind ik wel leuk. Ik vind het wel leuk om hem aan de zijkant wat meer op te maken. Ik vind ze echt super schattig geworden. Hè? Ik heb ze daar neergezet. Je kan ze dus als setje nou in de aanbieding bestellen. De aanbiedingen van de Sales Shop blogs komen allemaal onder het kopje sale. Dus mocht je dat leuk vinden, kan je hem daar als pakketje bestellen. Ik heb hem nu in het wit geel opgemaakt. Als je geen kleur aangeeft, krijg je die. Maar zeg je, ik wil hem helemaal in het geel, dan kan het ook. Kan eventueel ook nog met oranje erbij in. Dat is ook leuk voor het voorjaar. Dus dat kan je helemaal naar eigen wens maken. Goed, en dan heb ik nog wat andere leuke aanbiedingen voor jullie met leuke frames. Goed, altijd leuk hè, weer aanbiedingen. Allereerst deze, en deze heb ik in de herfst opgemaakt. Ik heb er nog enkele stuks van, dus die mogen in de sale. En het leuke aan dit frame vind ik namelijk dat je in plaats van dat je de kazen in doet, we hebben natuurlijk de leuke swirl kazen. Nou, dat is heel leuk om er dan één setje van in te doen. En op de andere dopjes om daar quattro eitjes op te doen of andere eitjes. En dan kan je een heel leuk voorjaarsbloemstuk maken. Eigenlijk op dezelfde manier, dus met waterschaaltjes. Die video staat nog online, dus kan je terugkijken. Was een beetje een herfstperiode. Heel erg leuk. Die is nu in de aanbieding. Dan heb ik
Hier nog een enkele van. Heel mooi frame. Is echt heel mooi metaal. En die heb ik dan in het zilver. En die heb ik ook in het industrieel zwart. Kijk, heel erg leuk. Daar heb ik er nog een aantal van. Dus ook deze in de aanbieding. Ook een mooie lengte. Leuk om met voorjaarsbolletjes. Eventueel de kaaskippen wou ik zeggen. Maar de kippen van de kaas om in het midden te zetten. Die is ook heel leuk om met het bloemstukje te maken. Die afgelopen keer als voorjaarsbloemstukje online is gekomen. Dus als jij net te laat was. Dan zou je eventueel ook deze los kunnen bestellen. En dan dat bloemstukje. En de bloemen los kunnen bestellen. Heel erg leuk. Dan deze frames. Deze is ook heel leuk om dat bloemstukje in te maken van afgelopen week. Dus je kan eigenlijk met dat bloemstukje heel veel kanten op. Is heel erg leuk. Deze heb ik er nog enkele van. Dus die zijn ook in de aanbieding. Leuk allemaal. Je vindt alles onder sale. En soms voeg ik zelfs nog wat extra toe wat niet hier in de vlog zichtbaar is. Dus hou dat zeker in de gaten. En dan heb ik nog één Valentijnsbloemstuk. Valentijnsframe. Hij was heel erg gewild. Hij was heel snel uitverkocht. En ik kwam er nog net eentje tegen. En om iedereen eerlijke kansen te geven, want ik had heel veel vragen gekregen of hij nog was, staat hij nu ook online om te bestellen. En is het voor wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja. Ik ga nog wat extra dingetjes toevoegen. Kijk daarvoor vooral bij de sale. En dan ga ik ook deze vlog afsluiten. En ik vond het echt een super leuke week om met jullie te delen. Ik heb een leuke oorbellen. Trouwens heb ik nog helemaal niet laten zien. Maar ik heb nou een heel setje van Ana Luisa in. En dit is mijn nieuwe favoriet. Dus die zul je maar de komende tijd vaker zien. Vergeet vooral niet als je dat wil shoppen om de kortingscode te gebruiken hier onderin. Zou ik bijna vergeten te zeggen. Maar ik had het natuurlijk al een keer genoemd. En dan ga ik ook deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke vlog vonden. Ik vond het leuk om met jullie te delen. En jullie zien me weer bij de volgende video. Doeg!